Een van die grote aankondigingen natuurlijk, die daar werd gedaan, is het feit dat HBO Max ophoudt te bestaan en overgaat in Max, ja. Wat een gekke naam is. Wat... Ik spoel 6 afleveringen, misschien wel 10 afleveringen terug. Ik zei van dit wordt Max, maar dat is heel logisch. Ik vind geen gekke naam. Ik vind juist de herkenbaarheid en toch het symbool wat... toch voor kwaliteit staat HBO. Ja, maar dat wordt ook wel gewoon een zender. Dat als je Max als app zo meteen opent, dan staat er natuurlijk gewoon het kopje HBO, het kopje Discovery. Dit is het logo nu. Ja? Dit is een nieuwe logo. Ja. Nee, het is ongeveer hetzelfde als HBO Max. Alleen ze hebben dus gewoon... Alleen. Discovery is namelijk ook een heel groot merk. Dus waarom heet het niet Discovery Max? Of omdat, een beetje... omdat mensen, zeg maar, die hele hoogwaardige series en films... met HBO. Ja, maar hele hoogwaardige documentaires, series die er net zoveel fans zijn, is Discovery. Shit. Ik had het best wel tegenwoordig genoemd. Volgens mij is Discovery tegenwoordig vooral real life soaps. Ja, dat is ook zo. Maar anyway, ja, nee, ik zei dat toen al en ik vind het juist een hele. Het is namelijk een hele herkenbare naam. Het is de eerste, weet je, iedereen heeft Plus of Prime of Premium en wat dan ook. En ze hebben Max gedaan, wat ik gewoon een hele vette. Want ze hadden al natuurlijk Go en nog iets, dus ze moesten wel iets anders doen. En ik vind dit smart en ik vind dit een vet merk. En ze hebben de tagline volgens mij The One to Watch. Nou ja, ergens hebben ze natuurlijk een zo'n groot lijp aanbod dat ik. Dat is gewoon een hele coole grote streamer. Okay, ik vind het ook wel een goede service hoor. Sowieso een productie zijn over het algemeen van hoge kwaliteit ook. Ja, en de hoogste. It. Ja, ik denk dat je daar wel... All together? Ja, ik denk dat je dat wel kan noemen op die manier. Maar mensen vragen zich af, okay, HBO Max, het verandert in Max. En blijf ik mijn deal houden? Blijf ik mijn deal houden, want voor de mensen die niet weten. Bij de introductie van HBO Max werd er gezegd, je krijgt levenslang 50% korting wanneer je... HBO Max. Ja, op HBO Max. Ja. Ja. Maar toen zeiden we al, zeiden we al heel snel, let me op, ze gaan een raar trucje doen en dan heet het niet meer HBO Max. En toen zeiden we volgens mij ook, dan heet het gewoon Max. Ja, precies. En dan vervalt je dingen. Ja, hebben ze nog niet gezegd dat het daadwerkelijk zo is? Nee, maar het feit dat ze er niet over volgens mij, trouwens zelfs. Weten we dat zeker? Weten we dit zeker? Daar heeft iemand rechtstreeks op de man afgevraagd op social media. Ik heb die tweet gezien. Ik heb hem nu niet bij de hand hoor. Maar gewoon van, blijven we onze korting behouden? En er werd een beetje omheen gedanst. Er werd gezegd, we laten weten hoe het gaat zitten qua prijzen. Ja. Ja, en dus het is nog helemaal niet uitgesloten. Dus ze hebben niet gezegd dat ze het niet gaan doen. Nou, niet wat ik denk dat ze het wel gaan doen. Alleen dat het gewoon een service van 18 euro wordt. Waardoor ik alsnog 9 euro betaal in plaats van 4 of 5 euro. Zoiets denk ik ook. Of op zijn minst dat er tiers zijn en dat je dan maar automatisch naar de duurste gaat. Maar gooi ik hem erin, dan is het weer een wassen neus. Nee, want ze wisten misschien... Maar als je dan de prijs 18 euro gaat maken en dan kom je nog steeds op de volwaardige 9 euro uit, dan is het toch gelul. Niet voor de mensen die 18 euro moeten betalen. Dan is dat namelijk extra kut. Wat niemand gaat doen, denk ik, overigens. Nee. Ja, vast wel. Want Netflix kost ook gewoon 15 euro. Hè? Ja, ik heb veel liever Discovery en HBO. Precies. Maar er zijn mensen die het nog hebben. Echt? Ja. Waar zijn jullie? Nou, gedeeltelijk natuurlijk, wat heel slim is. Maar, maar alsnog, ja, we gaan dat dan merken, weet je. Misschien krabbelen ze niet terug, hè. Misschien doen ze het wel gewoon. Voor deze aankondiging hadden ze dit al uitgekristalliseerd moeten hebben. Daar ben ik het mee eens. Ik denk dat het ook heel smart... Het is namelijk een supergoede marketing om te zeggen dat je het mag houden. Iedereen mag dat, ja. En dan gaat iedereen kijk wat er zeggen, allemaal komt. Oh, amazing. Maar als je dat nu alsnog gaat doen... Ja, maar nu denk ik dat de mensen nu al heel obstinaat aan het opzeggen zijn. Dat sowieso natuurlijk. Ja. Maar als je het nu alsnog gaat doen, wat ik absoluut niet uitsluit. Ik acht de kans vrij groot eigenlijk. Dat ze wel die korting gaan aanhouden. Dan gaan mensen wel zoiets hebben. Er komt gewoon de public backlash. Nou ja, het is eigenlijk wel smart om nu te zeggen, we zeggen nog niks. Waardoor misschien sommige mensen het juist opzeggen. Waardoor ze dus minder hebben die weinig betalen. En die dan over een week zeggen, godverdomme, ik heb het opgezegd en nu moet ik meer gaan betalen. En terwijl ik dan, als degene die het nog niet heeft opgezegd... Maar dat is een vies marketing trucje dan. Zeker, maar dat is überhaupt het woord HBO weghalen natuurlijk een beetje. Ja, dat vind ik niet slim.